Van harte welkom. Ik vind dit echt een hele leuke dag, omdat we deze werkplaats hebben, zeg ik maar meteen heel eerlijk. Natuurlijk ook omdat het Internationale Vrouwendag is, maar eigenlijk vooral toch omdat we deze werkplaats hebben. Omdat, joepie, we zijn er eindelijk aan toe om die meerdere tijdelijke regelingdelen te gaan laten zien. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Dus ja, dat is eigenlijk vooral wat we gaan doen. Gaan kijken hoe dat uitwerkt. We hebben dus zowel aan de publicatiekant, maar ook aan de viewerkant, zeg maar. In combinatie met het omgevingsplan. We gaan ook nog een stukje over de reactieve interventie en de procedure die daaromheen hangt, gaan we het over hebben. En aan het eind gaan we het eventjes hebben over wat betekent dit nou voor bestuurlijke vaststellingen, wat we daarover geroepen hebben, zeg maar de mitsen en de maren, want uiteindelijk is dit ook een praktijkproef, zeg maar. Dus nou dat, dus joepie, ik ben blij dat jullie de adem hebben ingehouden totdat we zover zijn zoals we nu zijn en dat jullie er allemaal zijn. En ik geef graag het woord aan Wienke. Ja. Wienke. Nou, ik ga beginnen met Sietke het woord geven. Oh, Sietke. Nou, ik heb maar even één sheet, dus ik kan er kort over zijn. Om toch ook even het kader van deze werkplaats ook te duiden. Hè? Want het is natuurlijk een werkplaats geweest om met de derde tranche tegels aan de slag te gaan. Maar deze werkplaats is ook wel een beetje speciaal in verband met de interbestuurlijke vaststelling van de TPOT voor het voorbereidingsbesluit. He, dus niet de reactieve interventie en instructie, want die zijn al door het OGB vastgesteld. Nou, wat hebben we vorig jaar afgesproken in het OGB? Dat er voor 22 november 2021 een werkplaats zou zijn waarin de oplossing toegelicht zou worden. Nou, dat is gebeurd. En we zouden de TPOT conditioneel laten vaststellen door het OGB. Dat is in december gebeurd. Wat was dan die conditie voor het voorbereidingsbesluit? Nou, dat de oplossing voor dat probleem met het tonen van meerdere tijdelijke regelingdelen in de keten, dat dat ook gerealiseerd zou zijn in het DSO. En als dat zou werken, en dat gaan we in deze werkplaats gaan we dat bekijken, hoe dat werkt. Nou, als aan die conditie is voldaan, dan vervalt ook het geconditioneerde karakter en is de TPOT, het voorbereidingsbesluit, bestuurlijk vastgesteld. En daarvan zal het OGB dan in kennis worden gesteld. En dat zal ik op mij nemen om daar een notitie voor te bereiden en langs de BLM's te laten gaan voordat hij aan het OGB wordt aangeboden. Dus dat ten aanzien van het kader van deze werkplaats. Dus het is super leuk dat het inderdaad, wat we vorig jaar zeiden, van nou, in Q1 zal het ongeveer wel gaan gebeuren, die implementatie. Dat inderdaad ook aan de hand is. Mag ik even een gerelateerde vraag stellen? Ik zag via de IPO-lijn een nieuw verhaal voor een nieuw projectbesluit langskomen. Wat volgens mij ook ingaat op het kunnen muteren van het omgevingsplan. Heb ik niet gezien. Komt er voor het voorbereidingsbesluit ook ooit nog zo'n nieuwe ronde waarbij een nieuwe T-pot wordt gemaakt waar ook die manier geïmplementeerd wordt zoals ooit was bedacht dat het zou gaan werken? Of hoe relateert dat daarmee? Omdat eigenlijk het voorbereidingsbesluit natuurlijk een beetje hetzelfde trucje zou moeten kunnen doen als een projectbesluit. Dat werkt eigenlijk omgekeerd. We hebben voor het voorbereidingsbesluit in jouw woorden een trucje bedacht, het tijdelijk regelingdeel. En het voorstel is nu om het toepassingsprofiel voor het projectbesluit zo door te ontwikkelen dat dat ook het omgevingsplan kan wijzigen met inzet van het tijdelijk regelingdeel. Oké, ik had de stukken nog niet kunnen lezen, want ik was niet direct aangehaakt en ik kreeg het in mijn vakantie doorgestuurd. Maar daar lees ik dus eigenlijk wat hier ontwikkeld is terug voor het projectbesluit. Ja, klopt. Okay. Ik ga nu verder. En ik ga het heel spannend doen, want ik ga dit allemaal live laten zien. We hebben dus het voorbereidingsbesluit van de provincie Noord-Holland, dat tijdelijk regelingdelen met voorbeschermingsregels toevoegt aan de omgevingsplannen van de gemeente Bergen, Schagen en Enkhuizen. Als het goed is, zien jullie nu mijn scherm met het provinciaal blad van de provincie Noord-Holland. Zo niet, dan hoor ik dat wel. Ja, zie wel. Daarnaast nog je, oh, daarachter nog denk ik je presentatie. Dus ik weet niet of je dat erg vindt. Ja, ik laat prima, het maar even zo, want anders gaat er van alles en nog wat springen. Ja. Wat je hier ziet is de pagina met het besluitdeel van dit voorbereidingsbesluit. Hè, waarin wordt gezegd dat er voorbeschermingsregels worden
vastgesteld voor de omgevingsplannen van de gemeente Bergen-Schagen en Enkhuizen. En als ik dan even verder ga, dan zie ik de eerste wijzigbijlage in technische termen. Dat zijn de voorbeschermingsregels voor de gemeente Bergen. Met de conditie, met de voorrangsbepaling en de voorbeschermingsregels zelf. Dat is een aantal pagina's met ook nog een bijlage met de begrippen. En daar zit een toelichting bij, een bijlage met het overzicht van informatieobjecten. En vervolgens dat helezelfde setje ook voor de gemeente Schagen. En hier tot slot ook nog voor de gemeente Enkhuizen. En dan ga ik nu even een overstapje maken naar de DSO viewer. Want wat jullie nu zien is het... in die bekendmaking, hè, in het provinciaal blad, zie je dat het één voorbereidingsbesluit is met daarbij drie tijdelijke regelingdelen. Dat is één geheel, zit helemaal aan elkaar. En in het DSO viewer zie je het resultaat daarvan. Ik heb hier het omgevingsplan van de gemeente Bergen. En daar zie je dat dat bestaat uit één tijdelijk regelingdeel vanuit een voorbereidingsbesluit. En de hoofdregeling met de reguliere artikelen. Hè, in dit geval is dat de bruidschat. En wat je hier ziet, het tijdelijk regelingdeel met die voorbeschermingsregels, dat heeft één hoofdstuk. Vanwege provinciale instructieregels. En wat je dan ziet is dat daar drie onderwerpen aan de orde komen. Geitenhouderij, windturbines en provinciale monumenten. En dat is ook geannoteerd, hè, dit eerste artikel. Een verbod om iets te doen met geitenhouderijen. Daar hoort een locatie bij. En er is ook geannoteerd met de activiteit het houden van geiten. Dat is namelijk hier verboden. En dat zie je ook op deze manier. Wat je hier ziet is dat dit voorbereidingsbesluit geldt voor de hele gemeente. Het is echt het ambtsgebied van die hele gemeente. Vervolgens zie je dat er ook een regeling is met een bouwverbod voor windturbines. Dat is ook weer geannoteerd met de activiteit bouwen windturbine. Dat is blijkbaar in de hele gemeente verboden. En tot slot zien wij hier ook nog iets over provinciale monumenten. Wat er gedaan is, is dat er hier iets gedaan is met voorbeschermde provinciale monumenten. Daar wordt een regeling aan dit omgevingsplan toegevoegd. En wat we hier nu gaan zien is dat dit niet helemaal goed is gegaan. Want hier zijn blijkbaar de provinciale monumenten van de complete provincie toegevoegd aan het set voorbeschermingsregels voor één gemeente. Ja, dit had anders aangepakt moeten worden. Je had alleen dat deel wat dan ook in deze gemeente ligt geannoteerd moeten worden. Voor de gemeente Schagen geldt eigenlijk precies hetzelfde. Ik ga dat niet nog een keertje zien, hè, maar hier zie je dat er in de aangrenzende gemeente, daar is ook een tijdelijk regelingdeel met voorbeschermingsregels toegevoegd aan het omgevingsplan. En naast de hoofdregeling met de bruidschat die daar al is. Volgens mij was dat wat ik wilde vertellen. Ik wil hier nog één ding laten zien. Namelijk dat hier ook vanuit dat voorbereidingsbesluit bijlagen zijn toegevoegd aan dit omgevingsplan. Ja, datzelfde geldt voor Bergen. En wat je ziet is dat er een begrippenlijst is toegevoegd. En
ook dat hier een toelichting is toegevoegd. En ja, wat je dan meteen ziet is dat dat technisch niet goed uitgevoerd is. Hè. Blijkbaar is deze toelichting als een bijlage toegevoegd, terwijl dat eigenlijk in de toelichting had moeten zitten. En wat je dan ziet is een verhaal over eigenlijk de reden waarom hier een verbod op geitenhouderijen is toegevoegd. Voor mij is het hier de vraag of deze toelichting een toelichting geeft op deze voorbeschermingsregels, dit tijdelijk regelingdeel bij het omgevingsplan, of dat het eigenlijk een toelichting of wellicht de motivering van het besluit is. Dus ja, dat is voor mij nu de vraag. Wellicht kan iemand, wellicht Linda, hier iets over vertellen. Hoi, Linda Banning, provincie Holland. Ja. Ik kan er inhoudelijk niet zo heel veel over zeggen. Ik weet dat er ook twee juristen aangehaakt zijn, dus ik hoop dat zij het de vraag kunnen beantwoorden. Oké. Dus eigenlijk is de vraag, is dit een toelichting op die voorbeschermingsregels, of in verband met die voorbeschermingsregels, of is het eigenlijk een toelichting op het nemen van het voorbereidingsbesluit? Had dit inderdaad een toelichting bij de regeling moeten zijn, of een toelichting bij het besluit? Ja, ik denk dat de toelichting, dat dit de oorspronkelijke toelichting is bij de regeling. Mm-hmm. En dus niet bij het voorbereidingsbesluit. Oké. Dan is het dus alleen een technisch niet helemaal goede modellering toegepast. Hè, dat dit een bijlage is geworden in plaats van een toelichting. Maar ja, wat wel van belang is, is dat je goed in de gaten houdt. Als je een toelichting geeft op iets, hè, is dit de toelichting bij de regeling of is dit de toelichting op het besluit? En dus het is meer een algemene mededeling. Hè? Niet zozeer van Noord-Holland, misschien hebben jullie het wel helemaal niet goed gedaan, hè? Maar gewoon aandachtspunt, let daar altijd heel goed op. Dit was wat mij betreft het onderdeel voorbereidingsbesluit van de provincie Noord-Holland. Ik heb een paar handen, dus misschien is dat handig voor nu. Want ik denk dat je ook misschien nog wel heen en weer gaat in de viewer. Taco was de eerste volgens mij. Die vroeg in de chat, krijg je als gevolg van het voorbereidingsbesluit nu twee hoofdstukken, één in het omgevingsplan? Ja, dat klopt. Even kijken hoor. Ja, wat je nu ziet is... hier staat een streepje. Hè? Dus alles wat boven de streep staat, dat is... wat er uit het voorbereidingsbesluit komt. Hè. Dus dit is het hele setje met voorbeschermingsregels. En dit hoofdstuk 1 is het hoofdstuk onderdeel is van de hoofdregeling van het omgevingsplan. En wat je je zou kunnen voorstellen, stel dat de provincie Noord-Holland heel vlijtig is, hè, of de gemeente neemt zelf ook een aantal voorbereidingsbesluiten, dat je dan een serie van dit soort blokjes krijgt en wellicht heb je dan een hele partij hoofdstuk in 1. Dat snap ik op zich, dat lijkt me voor de gebruiker niet heel... Lijkt me ook grappig hoe je hier bij de rechter naar moet verwijzen dan, met dit soort dingen. Dan krijg je verwarrend, denk ik, lijkt me dit. Ja, ik zou... verwijzen naar een hoofdstuk met voorbeschermingsregels. Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat hoe het nu wordt weergegeven, zeg maar, dat wat, ik weet niet, wat prominenter of zo, zoiets, weet je, daar kan me wel iets bij voorstellen. Dat je nu echt vrij duidelijk die twee hoofdstuk 1 in ziet staan. Dat je misschien, weet je, dat je misschien, ja, het staat er, hè. Het staat uit het voorbereidingsbesluit. Maar ik kan me jouw vraag wel voorstellen, Taco, dus ja. Ja, en wat je misschien eigenlijk zou willen is dat hier nog een blokje bovenop zou zijn met dit zijn de regels uit de hoofdregeling. Zoiets achters, ja. Ja, dat... Want eigenlijk is het nou alleen maar dat dunne streepje, wat je... Ja, dat is natuurlijk waar. Ja. Dit kan ik wel met de mensen van de viewer opnemen om te kijken of daar nog iets anders mogelijk is. Toch, Taco? Tenminste, ik zou denken dat zou schelen, toch? Denk ik als je. Denk het wel, ja. Om dat omschrijven.
zeker als je nog verschillende voorbereidingsbesluiten krijgt, dan krijg je inderdaad dus verschillende kopjes met hoofdstuk 1 voorbeschermingsregels. En dan ergens een dun streepje en dan zit je ineens in het... Ja, precies. Ja. Plan zelf, ja. Ja. Dan zag ik een hand van Louise. Volgens mij was jij voor Caroline. Ja, dank je Mirella. Ja, mijn vraag hangt hier, denk deels mee samen. Ik had even een vraag over die conditie. Hoe specifiek die moet zijn. Want nu staat aangegeven van op deze regeling is een voorbereidingsbesluit van toepassing. En die hoofdstukken staan eronder. Maar ik vraag me af of dat niet specifieker zou moeten zijn. Dat je ook zegt van, verwijst naar bepaalde hoofdstukken die dan vervallen. Of bepaalde regels. Ik was daar een beetje naar op zoek. Ik weet niet of je dat... daar iets over kunt zeggen, Nienke? Ja, dit gele blokje hè, met dat uitroepteken op deze regeling is een voorbereidingsbesluit van toepassing. Dat is niet de conditie, hè, maar dit is een label dat de viewer zelf toevoegt op het moment dat daar een tijdelijk regelingdeel binnenkomt. En de viewer laat nu dat element conditie nog niet zien. En dat element conditie hebben we nu... als een voorbeeld in het toepassingsprofiel opgenomen, ja, dat vrij algemeen is, waarin staat dat de voorbeschermingsregels voorrang hebben boven ik weet de tekst niet helemaal hoor, maar boven regels over hetzelfde onderwerp uit de hoofdregeling. Dus ja. En helder, Nienke. En nog een vraag, is dat dan nog specifieker gemaakt in het voorbeeld? Dat er dan wordt verwezen naar bepaalde hoofdstukken of gewoon in het algemeen van ze gaan voor? Ja, dat is een heel algemeen tekstje. Ja, maar er is niet een validatieregel die zegt je moet in die conditie altijd dezelfde tekst gebruiken en je krijgt een validatiefout als je het anders hebt gedaan. He, dus als je in die conditie het specifieker zou willen omschrijven, dan kan dat. Dankjewel. Ja. En dan heb ik nog een vraagje van Caroline. Ja, dat klopt. Ik vroeg me af, het lijkt me wel, maar per gemeente moet je dus die geo moet je klippen. Neem ik aan, anders krijg je van de hele provincie te zien wat we net zeggen. Dat moeten we, neem ik aan, zelf zo aanleveren. Ja, dat klopt. Ja, en hoe gaat dat dan als er in de loop van de tijd hier en daar eens een grensje wijzigt? Moeten we dan zonder nieuw besluit toch al die gemeentegrenzen opnieuw aanleveren? Of hoe werkt dat? Je bedoelt op het moment dat er een gemeentelijke herindeling is? Nou ja, of als er zomaar spontaan een grensje wijzigt, zoals dat dit jaar bij ons ook gaat gebeuren, dat we 32 vierkante meter van Noord-Holland krijgen of zoiets. En 22 vierkante meter aan Zuid-Holland moeten afstaan of andersom. Dat is drie keer niks, maar ja, het staat dan wel net lullig op die viewer, zeg maar. Dus je moet het wel goed hebben, ook als er zo'n grensje wijzigt. Ook al is het bijna niks. Zou dat dan werken? Nou ja, voorbereidingsbesluit neem je heel bewust voor een bepaald gebied. En dat kan je niet zomaar opeens ook voor een ander gebied laten gelden zonder daar besluit over te nemen. Ja, dus als er een wijziging is waardoor een gemeente zeg maar 4 vierkante meter groter wordt, dan moeten we voor die 4 vierkante meter een nieuw voorbereidingsbesluit nemen met waarschijnlijk dezelfde inhoud. Ja. Ja, je zou natuurlijk bij 4 vierkante meter kunnen denken. Ik chargeer het een beetje om het even scherp te krijgen. Ja. Ik snap het. Ja. Want, nog ben ik nu mijn scherm aan het delen? Ja, Nienke, ik wou net zeggen, je bent nu ons aan het delen. Ja, sorry. Dat is iets een beetje wonderlijk. Ja nu deel ik het goed scherm. Ja, leuk. Ik snap dat je ook de verkleinwoordjes gebruikt, Caroline. Grensje. Met dit soort aantal vierkante meters. Ja. Dan zag ik als eerste een hand van Taco. Ja, ik heb nog een vraag over de monumenten in onze provincie. Waar ik
bij betrokken ben. Ik begrijp dus dat we dus een fout hebben gemaakt met dat is niet alleen de geo-informatie van de monumenten in die betreffende gemeente hebben. Ja, dat klopt. Ja. Oké, want ik dacht dat ik niet de hele provincie zag, maar kennelijk hebben we in ieder geval te veel ook locaties buiten deze gemeente. Ja. Dus we moeten gewoon. En wij beleven alleen van de andere twee gemeentes nog erbij, toch? Nee, volgens mij is het de hele Beemster. Tenminste, dat dacht ik op te maken. Wij hopen dat jij je provincie beter kent dan wij hem kennen, Taco. Ik ken helaas niet, ik weet niet waar al onze monumenten liggen. Ja, in ieder geval de West-Friese Omrikdijk staat er helemaal op. Okay. Kijk. Ja. Nou ja, dat is in ieder geval een zak. Dan moeten we dus per gemeente... Ja, maar is het erg als we buiten de gemeente... Want op zich maakt het natuurlijk niet uit. Want dan heb je ook meteen dat probleem getackled van als die gemeentegrenzen een beetje veranderen. Door kleine grenscorrecties en zo. Nee, het is echt de bedoeling dat je een voorbereidingsbesluit neemt dat specifiek op dat omgevingsplan is afgestemd. Dus, eigenlijk is dat de hele oefening die we hier aan het doen zijn. Ja, precies. Dus ja, is erg. We zouden graag nee willen zeggen, maar ja, dat is wel erg. Ja. Ja, dat is erg, maar juridisch maakt het niet uit. Want het geldt natuurlijk alleen binnen die bolletjes. Dus dat je dan geo krijgt die er buiten ligt. Maar dan maak je het veel... Echt heel onduidelijk. En vooral ook om. Nee, in dit hypothetische geval. Hè, neem je een voorbereidingsbesluit voor 3 gemeenten. En er zitten ook nog iets met monumenten in. Die dan doen alsof ze een voorbeschermd provinciaal monument zijn. Terwijl die niet in dat voorbereidingsbesluit zitten. Nee, maar zitten in het voorbereidingsbesluit van die andere gemeenten natuurlijk. Want voor ons is het natuurlijk gewoon één. Doorlopende de West-Friese Omrikdijk, dat wij die nou voor dit systeem moeten knippen. Dat is gewoon, daar zit ook 1 aanwijzing tot provinciaal monument achter. Ja, dat snap ik, maar je moet het toch echt opknippen per gemeente. Het is uiteindelijk een voorbeschermingsregels per gemeente. Hè? Dus eigenlijk zeg je hier tegen de gemeente Bergen dat ze al die monumenten die ook buiten hun gemeente, dat ze daar wat mee moeten in hun omgevingsplan. Dat is eigenlijk wat je daar aan het zeggen bent. Nou, de wet zegt dat niet, hè, dat het per gemeente moet. De wet zegt gewoon dat we een voorbereidingsbesluit kunnen nemen. Dus dit is... Maar de gemeente zegt ook dat dat voorbereidingsbesluit de regels van het omgevingsplan wijzigt. En dan heeft de wetgever dat echt bedoeld, dat de provincie per gemeente regels wijzigt. En dat kan je niet per gemeente doen door dingen voor de hele provincie daaraan toe te voegen. Dus ook bij inzet van het tijdelijk regelingdeel zul je daaraan moeten conformeren. Dat is eigenlijk de hele exercitie die we tijdens deze werkplaats hebben doorgemaakt. Precies. Ja. En op het moment dat je als provincie een voorbereidingsbesluit neemt gericht op je eigen omgevingsverordening, dan kan dat uiteraard wel. Hè? Dan ga je niet die voorbeschermde provinciale monumenten aanwijzen, dat snap ik ook wel. Hè? Maar voor een ander onderwerp, dan zou dat kunnen. Maar een voorbereidingsbesluit dat gericht is op omgevingsplannen, dan moet je echt een stukje opknippen. Ja. Ik wilde even naar de hand van Evert-Jan. Ja, als eerste korte vraag van, kan je hier die voorrangsbepaling even laten zien? Want die zit onder het kopje waarschijnlijk uit het voorbereidingsbesluit. Als je die Nee, ik weet niet of ik het zo net... Ik dacht dat ik zo net al zei. De viewer laat die conditie nog niet zien. Die zit hier nog niet in, maar dat komt nog. Oh, dat had ik even gemist. Ik had hem wel in het provinciaal blad zien staan, inderdaad. Ja, klopt. Oké, ik dacht hij hangt onder dat kopje uit het voorbereidingsbesluit als je die openklapt. Maar dat is Nee, die heb ik nu open geklapt. Als ik hem dicht zou klappen, dan zie je dit, ja. Helemaal dicht. Ja. Oké, en dan de tweede. Ik vond het ook wel handig, want je legt nu 1 GIO vast. En anders moet je 65 GIO's vastleggen natuurlijk bij het voorbereidingsbesluit. Mm-hmm. En je tackelt inderdaad meteen ook dat schuifprobleempje met provinciale grenzen. En nou, waar wij hem vooral voor toe willen passen voorlopig, althans, is op alle gemeenten in Zuid-Holland. Dus nu is dit voorbeeld gekozen met 3, maar waarschijnlijk wil Noord-Holland
gok ja. ik dat zomaar eens voor alle gemeenten doen. Dus ik kan me ook in die andere methode wat voorstellen. Ik kan me ook vanuit technisch oogpunt en informatietechnisch oogpunt voorstellen dat je dat liever geknipt ziet. Maar dat, dan komt het beheer, komt er enorm veel meer beheer bij de provincie te liggen, vrees ik. En inderdaad, juridisch kan je volgens mij afvragen wat gaat er mis als je het zo doet. Ik denk niks. Maar goed, daar moeten we dan afspraken over maken, denk ik. Hoe we dit aan alle kanten het handigst willen hebben. En of dat nou ja, beheer wat wij dan extra moeten doen en het werk wat we eraan hebben opweegt tegen de voordelen aan de andere kant van de keten. Ik hoop dat software hier uiteindelijk een oplossing voor gaat bieden. Dat die, als je zegt ik wil dit voor 50 gemeenten doen, dan gaat hij de geo automatisch knippen. En automatisch die al die verschillende dezelfde hoofdstukjes vullen. Dat is in ieder geval wel waar wij nu met de softwareleverancier in overleg zijn. Om dat geautomatiseerd te laten genereren allemaal. Ja. Dus ik hoop ook dat dat met geo gaat kunnen dan. Want dan valt het mee qua werk. Ja. Ja, ik kan natuurlijk niet iets over software zeggen. Maar ik zou inderdaad wel hopen dat dat zo gaat werken. Ik ga ervan uit dat we nu nog heel veel dingen handmatig hebben zitten doen die we straks niet meer handmatig hoeven doen. Maar inderdaad, ja. Precies. Ja, dat, ja. Ja, en misschien nog een alternatief hè, voor dat voorbereidingsbesluit was voor dat hoofdstuk 1 probleem. Dat was ooit bedoeld natuurlijk om wel direct het omgevingsplan te wijzigen. Dan zou je bijvoorbeeld hoofdstuk 24, 25, 26 waar we zijn toe kunnen voegen. Maar dat vergt ook een hoop administratie, want dan moet je het omgevingsplan per stuk kennen. Dit heeft ook wel charme om het gewoon als los tijdelijk regeling deel waar je zelf controle over hebt en waar je niet al te veel hoeft te verdiepen in de vorm en structuur van alle omgevingsplannen die je wil wijzigen. Want daar komt ook weer een hoop werk vandaan als je dat zo bedoelt. Ja, ja en die tijdelijk regelingdelen die komen altijd bovenaan. Dus ik kan me ook weer voorstellen dat het verwarrend is als je hier begint met hoofdstuk 23 en... Dan komt er een hoofdstuk 24 en dan opeens ben je bij hoofdstuk 1. En dan ja, op een gegeven moment vervalt zo'n tijdelijk regelingdeel. En, verdwijnt het weer, ja. En, ja, dan gaat de nummering ook weer heel raar, dus ja. Ja, misschien moeten we dat ook wel ons goed onthouden, hè? Dat alles wat je hier nu ziet, dat maar een tijdelijk stuk is, hè? Dat niet voor eeuwig zo blijft staan, zeg maar. Dat, ja. Nou, ik denk dat we niet veel verder gaan komen dan dit, hoor. Nee. Maar goed. Dan wil ik naar de hand van Alexandra. Bijna, Nienke, bijna. We zijn bijna door de handen heen. Ja, ik wilde ook vragen of je nog iets kunt zien. Of, ja, je bent al aan het scrollen. Ik wilde inderdaad even naar beneden scrollen om ook te zien. Zit daar nog ook iets van het omgevingsplan bij? En hoe dat nou, zeg maar, naast elkaar toont? Maar dit is allemaal gereserveerd. Het is wel een stukje omgevingsplan wat je nu ziet, of niet? Ja, ik had verwacht dat hier ook de bruidschapsregels in zouden zitten, maar er zit blijkbaar alleen maar het hoofdstuk 23 in. Want dit zijn dan hoofdstukken naast elkaar? Of wanneer begin je dan bij het omgevingsplan, zeg maar? Ik snap dat die conditie er nog niet toont, maar... Ja. Vanaf hier, dit is de hoofdregeling van het omgevingsplan. Dus dit is wat er met de bruidschap aan... omgevingsplan per gemeente wordt aangeleverd. Oké. En is dat dan heel... Want het valt me op dat daarboven dan staat er uit het voorbereidingsbesluit. Mm-hmm. En dan denk ik van, nou ja, dan moet hier dus blijkbaar staan uit het omgevingsplan. Hoewel ik die bewoordingen wat vreemd vind, maar vooruit. Dus hoe... snapt een gebruiker hoe die dit geheel moet zien, zeg maar? Op de regeling is een voorbereidingsbesluit van toepassing. Ik zit daar even te zoeken van, goh, kun je de gebruiker nog wat meer helpen ook om te begrijpen ook wat is en waar die moet kijken? Ja, dat ligt natuurlijk ook een beetje aan hoe je dit omgevingsplan bevraagt. Hè? Want je kunt natuurlijk ook met een klik op de kaart hier terechtkomen, hè? Of je hebt een adres ingetypt. En ook op zo'n moment word je erop geattendeerd dat er op die regeling een voorbereidingsbesluit van toepassing is. Dus stel dat je een selectie van artikelen zou krijgen van die gelden op dit punt. Dan krijg je ook gepresenteerd dat er een voorbereidingsbesluit van toepassing is. Ja. En dat zal ook op termijn locatiegericht ontsloten worden.
En het andere waar we dan het over hadden, hè, is om te kijken of we dat dunne lijntje, weet je, dat we iets ermee kunnen, dat het wat duidelijker wordt waar je nou precies naar zit te kijken, op welk stukje, denk ik. Er blijven handen komen, Nienke, maar dit is natuurlijk ook wel het spannendste, hè? Ja, dit is gewoon spannend om te laten zien. Ik ga heel even naar de chat, want ik zie Anja nog reageren op, als je voorbereidingsbesluiten maakt voor de hele provincie en wilt verwijzen naar bestaande GIO uit je verordening, dan wil je toch niet 65 stukjes moeten knippen, daar hebben we het eigenlijk over gehad, maar het volgende wat jij zegt, Anja, dan los je dat op in de tekst door te verwijzen naar de monumenten zoals opgenomen in de provinciale omgevingsverordening voor zover gelegen binnen de gemeentegrens. Ik dacht, daar wil Nienke vast wel even op reageren. Dus eigenlijk stel jij voor, Anja, dat je het textueel oplost in plaats van dat je het in stukjes geometrieën knipt. Ja, dat lijkt mij wel voor de hand liggend, want dat is tenminste van belang als je alle bestaande GIO in je verordening hebt zitten en hebt vastgesteld. Dan kun je zeggen, ik wil die hergebruiken, ik wil daarnaar verwijzen. Ja, dat deden we ook eerder in relatieve aanwijzingen, iets gelegen voor zover binnen de groen-blauwe mantel van onze verordening. En zeker als je een provinciedekkend stelsel gaat maken met voorbereiding besluiten, lijkt me dit gewoon wel heel handig. Ja, maar dat is niet zoals het de bedoeling is. Het is echt de bedoeling dat je een afgerond geheel per gemeente aanlevert. Ja, maar ik heb een afgerond geheel met voor de gemeente een tijdelijk regeling deel met de tekst. Alleen in die tekst zegt, voor zover er gemeentelijke of provinciale monumenten in uw gemeente liggen, zijn voortaan deze regels van toepassing totdat u uw omgevingsplan heeft aangepast. En dat is gewoon een pakketje waar de gemeente zijn voordeel mee kan doen. En wat ook zelfstandig kan vervallen. Omdat je de GIO, daar verwijs je naar, dat is geen onderdeel van. Hè, dat is een bestaande GIO die al in het stelsel zit. Dat is het idee. En dan heb je ook praktisch hergebruik, denk ik dan. En de geometrie van jouw voorbereidingsluit is natuurlijk in principe de gemeentegrens. En ja, als jij iets specifieks als provincie hebt daarbinnen, wat alleen maar voor gemeente X of gemeente Y geldt, dan kan ik me voorstellen dat je daar eigen geometrie bij gaat stoppen. Maar als het gaat over iets waar je al een geo voor hebt, die gewoon standaard overgenomen kan worden, dan zie ik niet waarom je in je beheer van je GIS en alles daar speciale stukjes van moet gaan knippen voor je voorbereidingsbesluit. Omdat je dat juridisch in je tekst regelt. En ja, bedoelingen. Het kan wel zijn dat dat niet de bedoeling is, maar als het praktisch is en niet verboden, misschien moeten we dat dan toch maar doen. Ik vind het toch wel een spannende, als jij dat nou praktisch noemt, want ik vraag me af wat er praktisch is voor de gebruiker van zo'n regel op de kaart, zeg maar. Want daar doen we toch eigenlijk allemaal voor. En dan vind ik wat jij voorstelt weer wat minder praktisch uit. Weet je, als ik denk aan een gebruiker van zo'n, dan zou ik dat juist niet willen lezen op deze manier. Dan zou ik het juist op de kaart van de gemeente Bergen willen zien als ik daar, maar ja, dat zou mijn logica zijn. Dat is niet voor niks zo bedoeld, zeg maar. Laten we het alsjeblieft daar niet over hebben, over wat fijn is voor de gebruiker, want er zijn er nog wel wat meer dingen in het hele stelsel waarvan ik denk, dit hebben we niet handig bedacht. Maar het moet natuurlijk ook beheertechnisch te doen zijn. En het is natuurlijk wat anders met voorbereidingsluiten voor een gemeente, hè, voor het eigen grondgebied. Maar ja, als je dat voor 65 gemeentes moet doen, voor diverse onderwerpen, ja, dan kan ik me toch echt wel voorstellen dat wij als provincies ook een beetje naar de beheerkant moeten kijken voor onszelf. Nou ja, volgens mij is dat wat wij in deze werkplaats proberen duidelijk te maken wat het idee is. Dus ik zie nog Jolanka in de tekst zeggen, zou technisch simpeler zijn dat tijdelijk regelendeel los van het omgevingsplan staat, maar wel dus in viewer zichtbaar dat het voorgaat op het omgevingsplan. Scheelt heel veel werk. Maar dat is toch eigenlijk ook het geval? Ja, of lees ik verkeerd wat jij schrijft, Jolanka? Gewoon het niet opknipt in de 65 gemeentes zoals Anja aangeeft. Maar het gewoon oplost met voorrangsregels en dat je het gewoon laat tonen. Ranking de regels. Maar die hebben we wel een keertje ooit in het verleden gedaan. Het kan, maar er is gekozen voor een andere technische oplossing. En je blijft gewoon wel zitten met het punt wat als een gemeente het heeft verwerkt. En de voorbeschermingsregels niet meer nodig zijn. Ja, dan worden ze worden verwijderd. Ja, dan wordt het verwijderd, precies. Ja. Ik zie nog, even kijken hoor.
Evert-Jan heeft het nog, maar daar hebben we het over gehad volgens mij, over wat er nou te zien hoofdstuk 22, hoofdstuk 23 is en wat dan onderdeel van het omgevingsplan is. Jolanka zegt nog iets, hoofdstuk 0 voorbereiding. Oh, dat is een voorstel hoe je het dan zou moeten noemen, dat je dat niet hoofdstuk 1 zou moeten noemen. Jolanka, klopt dat? Sorry, dan zal ik hem even hardop voorlezen. Hoofdstuk 0, voorbereidingsregels met indeling naar rijks, provinciale en gemeentelijke. Ja, want dan ben je daar van die nummering kwijt. Hoofdstuk 1 en dan nog een keertje hoofdstuk 1 is gewoon erg verwarrend. Dus als je iets met die eerste hoofdstuk 1 wat kan. En het gewoon een verzamelbak voorbeschermingsregels noemt. Omdat die eigenlijk toch altijd boven voorgaat voor de algemene regeldeel. Zou dat op zich wel ook een logische zijn. Precies. Ja, maar je krijgt een tijdelijk regelingdeel per voorbereidingsbesluit. En daar kan er ook eentje tussen staan uit een reactieve interventie. En straks vermoedelijk ook vanuit een projectbesluit. Ja, maar dat maakt niet uit als ze maar in dat hoofdstuk 0 landen. Omdat ze voorgaan op dat algemene omgevingsplandeel. Voor dat allemaal vier hoofdstukjes 1. Het wordt niet een hoofdstuk 0 met allemaal tijdelijk regelingdelen erin. Het worden allemaal losse tijdelijk regelingdelen en dan begint de hoofdregeling. Dus je zou op zijn hoogst ze allemaal hoofdstuk 0 kunnen noemen. Ja. Maar dat helpt dan niet zo heel veel. Okay. Dus maar het is niet een doorlopend geheel. Maar dan, ik denk dat we sowieso niet moeten gaan redesignen in hoe het nu bedacht is. Want daar gaan we echt voorlopig niks aan veranderen. En bovendien, want de paar lessen die er volgens mij in elk geval uitkomen, is dat we eens even moeten denken over dat streepje. Of we dat wat duidelijker kunnen maken, zeg maar, waar de hoofdregeling begint. En het andere is ook inderdaad wat Evert-Jan zei. Dat ik vermoed dat dit soort dingen ook wel door een soort leverancier. Ik kan daar ook niks over zeggen, maar dat zou mij wel heel erg logisch lijken dat hij daar, weet je, met dat knippen van geometrieën bijvoorbeeld bezig gaat. Ik zie nog één vraag van Paul Dix, die zegt, maar een tijdelijk deel moet toch een geometrie hebben? Ja, voor technisch moeten weet ik niet zeker, moet ik even nazoeken, maar alles heb je als gevolg, dat zei je volgens mij dat straks ook al, dat je dus bij iedere zoekactie altijd die voorbeschermingsregel laat zien, ook al lig je zoekgebied helemaal buiten. Exact. Ja, ja, exact. Dan ga ik nog naar het handje van Louise. Oh, ik dacht echt dat ik er nog een hand zou gaan komen. Ik denk, we gaan het eigenlijk alleen maar over Noord-Holland hebben, maar dat kan ook. Weet je, we doen wat we doen. Louise. Ja, er komen nu twee vragen bij me boven. Eerste is, waar we het nu over hebben. Kan het ook zijn dat je strijdige regels krijgt, zeg maar, met die voorbereidingsbesluiten? Ik vraag me gewoon even af, hè, dat het komt allemaal straks in allemaal hoofdstukken, zeg maar, boven de regeling. Dus ik vroeg me af van, ja, kan dat voorkomen en zou je dat kunnen voorkomen? Hè? Misschien niet, hè? Misschien moet je dat gewoon als voorbereidingsbesluit nemen, goed op letten. En de tweede vraag, dat hebben we eerder over gehad, vorig jaar. Of, sorry, Nienke. Nou, met die eerste vraag, dan bedoel je dat er, zeg maar, drie voorbereidingsbesluiten zijn genomen die onderling strijdig zijn. Ja, bijvoorbeeld. En dat het dus heel lastig wordt om te weten welke regels precies gelden. Ja, inderdaad. Ja, ja, dat zou kunnen voorkomen, denk ik. Hè? Maar dat is eigenlijk dus meer iets waar jullie over gaan. En waarvan ik denk dat je er als voorbereidingsbesluitnemer goed over na moet denken. En ja, dat zou bijvoorbeeld ook kunnen zijn dat je een voorbereidingsbesluit neemt voor alle gemeenten. Zeg maar allemaal over die geitenhouderij. Terwijl er een gemeente al een verbod op geitenhouderijen heeft. En dan is er ook een beetje de vraag van, is het dan wel zinvol om dat voorbereidingsbesluit te nemen? Ja, precies dat. Oké, okay, nee, dat is helder, maar in ieder geval DSO geeft daar geen voorrangsbepaling aan. Nee. Het is niet zo dat uit de DSO komt van wat voorgaat. Volgens mij moet het gewoon zelf dan, zeg maar, goed opletten, ja, als ik het goed begrijp. Ja, dat klopt. En de tweede vraag is waar we het eerder over hadden, is die geometrie zijn gekoppeld aan die tijdelijke regelingdelen. We hebben het eerder ook over gehad. Ik weet niet, misschien heb je het antwoord al gegeven, hoor, of je ook een geo zou kunnen geven voor het hele voorbereidingsbesluit.
Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat kan niet in het DSO. Dat wordt dan een kaartje in het voorbereidingsbesluit zelf, denk ik. Dan. Ja, ja, dat zou kunnen. He, dus je zou bijvoorbeeld ook in de toelichting of zoiets zo'n kaartje kunnen zetten. Ja. En ik denk dat we bij het volgende voorbereidingsbesluit, ja, ik kan het niet in één keer laten zien, hè, maar daar kun je iets meer idee hebben van wat jij bedoelt. Ik zie nog een mooie ik zie nog een mooie afrondende vraag van Caroline in chat. We kijken nu naar de AK. Wanneer kunnen we dit zien op de pre? Nou, wij hebben dit op de AK gedaan. Het kan ook in de pre, maar het leek ons handig om dit in de AK te doen. Omdat we dan niet die gemeenten dwars zitten met het toevoegen van een tijdelijk regelingdeel aan hun bruidschatomgevingsplan. Dat is eigenlijk de enige reden waarom we dit in de AK hebben gedaan. Maar in pre werkt het precies hetzelfde. We zijn door de vragen heen. Nienke, go right ahead. Oké, dan ga ik naar de volgende. Dat is het voorbereidingsbesluit van het ministerie van EZK over de 380 kV-leiding tussen Rilland en Tilburg. Althans, een stukje daarvan. Weer eventjes hier het besluit. Er worden voor 3 gemeenten tijdelijk regelingdelen met voorbeschermingsregels vastgesteld, namelijk voor de gemeente Borselen, Capelle en Rijmerswaal. En daar horen weer 3 wijzigbijlagen met tijdelijk regelingdelen met voorbeschermingsregels bij. Hier zie je de voorrangsbepaling, al wel die een TSO nog niet ziet. Ook met een bijlage met het overzicht van informatieobjecten. Nou, dat is voor hier ook de gemeente Capelle. En ook de gemeente Rijmerswaal. En hier heb ik ook de geopagina's van die informatieobjecten. Screenshots zijn niet helemaal mooi gemaakt, hè, maar je ziet hier, het informatieobject van die voorbeschermingsregels van de gemeente Borselen. En dan zie je precies het tracé binnen de gemeente Borselen. En dat hetzelfde voor de gemeente Capelle en de gemeente Rijmerswaal. En dan ga ik nu weer het uitstapje maken naar dit voorbereidingsbesluit. En dat speelt zich dan aan de andere kant van het land af. En dit is de gemeente Borselen. En hier zie je weer het omgevingsplan van die gemeente met hier eerst het tijdelijke regelingdeel met de voorbeschermingsregels en vervolgens de bruidschat. En hier zie je echt de bruidschat. Hè. Dus daar zit ook het hoofdstuk 22 met die regels over activiteiten die iedere gemeente van het Rijk cadeau krijgt. En wat je hier ziet is dat er uit het voorbereidingsbesluit weer voorbeschermingsregels zijn. 2 artikelen. En als ik hier de annotaties aanzet, hè. Eerst de locatie en vervolgens de activiteit. Dan zie je bij het voorbereidingsbesluit van zo net gold het voor de hele gemeente. En dat was ook logisch, hè. Als je in de hele gemeente een verbod op het nieuw vestigen van geitenhouderijen daar voorbereidingsbesluit voor wil nemen, dan is het logisch dat het gebied ook de hele gemeente is. En hier is dat juist alleen maar het gebied waar die 380 kV-leiding komt. En waar wat eigenlijk beschermende artikelen met beschermende vergunningsstelsels zijn toegevoegd. Dus ik zie hier iets over het uitvoeren van werken geen bouwwakker zijnde. En daar geldt een vergunningplicht voor. En er is ook nog een artikel dat gaat over de wijziging van het gebruik. En dat heeft weer diezelfde locatie, maar een andere activiteit. Ook weer een vergunningplicht voor het wijzigen van het gebruik. En dit was Borselen. En datzelfde zie je ook voor de gemeente Capelle. Waar ik weer het annotatieschermpje aanzet. En dan zie je hier
het vervolg van dat tracé. Hè? Dus het begon hier ergens en dat loopt dan door in de volgende gemeente. En de gemeente Rijmerswaal heeft ook weer een tijdelijke regelingdeel met voorbeschermingsregels. En daar zie je dan weer dat hier ook een gebied bij hoort. En dat is ook weer met een activiteit geannoteerd. Ook weer een klein stukje van de gemeente. En wat je hier ook weer ziet is dat er ook bijlagen uit het voorbereidingsbesluit worden toegevoegd. Namelijk in dit geval het overzicht van informatieobjecten met de identificatie van het GIO. Dus ik ben nu even heel snel hier doorheen gegaan. Ik weet niet of hier ook nog vragen, opmerkingen, dingen zijn die ik zou moeten laten zien. Ik wilde net zeggen, ik zie geen handen, ga rustig door. En toen ploeps, daar gingen ze. Evert-Jan, volgens mij als eerste. Ja, zat hier nou een toelichting bij, was ik nog even benieuwd. Of heeft het Rijk dat niet gedaan? En we hadden in het begin heel erg die discussie over toelichting, motivering. Waar hoort het nou? Kun je nou vanuit deze viewer dan nog wel bij die motivering komen? Of is daar iets voor geregeld inmiddels dat te vinden is als die aan het besluit hangt in de LPBB? Ja. Het is nog niet geregeld. Het zou natuurlijk eigenlijk heel wenselijk zijn dat je van hieruit, net als je nu ook bij een andersoortige hoofdregeling, bij de bruidschat is dat niet zo, maar bij een eigen omgevingsplan bijvoorbeeld, dan kun je doorklikken naar het besluit. Dat zou hier ook nog toegevoegd moeten worden. Lijkt me een mooie toevoeging. Zit ook niet bij meer kenmerken, nee, hè? Daar zit alleen het linkje naar. Nee, dat is nu alleen. Officiële publicatie. Ja, die zou je voor het voorbereidingsbesluit willen zeggen. Maar. Ja, want dit is de officiële publicatie volgens mij van die bruidschat. Ja. Ook om een puzzeltje te leggen, waar leggen we die toelichting neer? En ik merk ook bij ons intern dat het best wel ingewikkeld is uit te leggen dat de motivering en de toelichting andere dingen zijn. En dat je eigenlijk. Nou, heel vaak wordt er gewoon één verhaal geschreven. Ja. En dat moet het maar zijn, zeg maar. Dan ga ik volgens mij naar Alexandra. Ja. Je ziet hier niet wie dit voorbereidingsbesluit genomen heeft. Hè? Je ziet eigenlijk alleen de voorbeschermingsregels in het omgevingsplan, toch? Je ziet eigenlijk niet het oorspronkelijke besluit en van door wie dat genomen is. Of wel? Nee, je ziet hier alleen het voorbereidingsbesluit en hoe het heet. Maar dat zou inderdaad wel een mooie toevoeging zijn. Scherp, Alexandra. Ja. Ik zou even kijken, want je plaatst met een voorbereidingsbesluit natuurlijk die voorbeschermingsregels in het omgevingsplan. Mm-hmm. En ja, ik zit steeds een beetje te zoeken waar ik nou naar aan het kijken ben, zeg maar. Kijk ik nou naar het omgevingsplan eigenlijk en zie ik daar de voorbeschermingsregels? En is het dan logisch dat ik ook een stukje van dat voorbereidingsbesluit zie of wat die regels daarin heeft gezet en van wie dat afkomstig is? Of die twee lijken hier. Nou ja, ik zie wel dat onderscheid is gemaakt in benaming, maar ik ben tegelijkertijd steeds wel aan het zoeken van wat zie je nou en wat ziet de gebruiker en moet hij ook weten, zeg maar, van wie dat voorbereidingsbesluit nou is? Of moet hij eigenlijk alleen maar weten dat die voorbeschermingsregels er zijn en kan hij dan ergens doorklikken naar dat voorbereidingsbesluit waarin hij dan weer de achtergrond daarvan ziet? Ja, ik weet het ook nog niet hoor, maar daar zit ik een beetje naar te zoeken of die daar nou scherp in is. Ja, nou wat je hier ziet is het omgevingsplan. En dat omgevingsplan bestaat in dit geval uit de hoofdregeling, dit even inklappen, de hoofdregeling, alles wat onder dat dunne streepje staat, en één tijdelijk regelingdeel. En dat zou op termijn ook een hoofdregeling en 10 tijdelijk regelingdelen kunnen zijn. Ja, maar dat samen is de geconsolideerde regeling van het omgevingsplan. En dus het bestaat echt uit al die dingen. En je zit hier dus niet naar het voorbereidingsbesluit zelf te kijken, maar naar de voorbeschermingsregels die uit het tijdelijk regelingdeel komen, uit dat voorbereidingsbesluit komen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de wetgever het omgevingsplan
eigenlijk heeft bedoeld als een soort van gezamenlijk document. Hè? Het zal op termijn overwegend de gemeente zijn die het vult met regels. Maar in de eerste instantie zit daar ook nog de bruidschap van het Rijk in. En er komen regels in die afkomstig zijn van anderen. Misschien is het ook gewoon een heel open vraag aan aanwezigen. Hè, van, is het van belang om te weten wie dat voorbereidingsbesluit dan heeft genomen? Of is dit genoeg? Mag ik een schot voor de boeg geven daarop? Ja. Als ik nadenk, hè, van op zich is het voorbereiding, de voorbeschermingsregels wijzigen het omgevingsplan in principe. Hè? Mm-hmm. Dan zou ik denken dat tijdens de procedure tot vaststelling, die heel kort is voor een voorbereidingsbesluit, het zichtbaar moet zijn wie die voorbeschermingsregels neemt, hè, wie ze vaststelt. Maar op het moment dat het onherroepelijk is of in werking treedt, dat dan het eigenlijk niet relevant is. Dus, maar het voorbereidingsbesluit treedt direct in werking. Ja, dat klopt. Maar ik denk ook meteen even door naar het projectbesluit. Ja. En maar in opzet bedoel ik te zeggen, dus zolang het nog niet definitief onderdeel uitmaakt van het omgevingsplan, hè, zolang de procedure nog loopt, dan is het goed, denk ik, dan is het sowieso goed nodig, denk ik, dat je weet wie het bevoegd gezag is. Mm-hmm. Op het moment dat daar toch niet meer aan te tornen valt, hè, dat het vast ligt, is het in ieder geval niet meer zo relevant. Het gaat erom dat je weet wat er in de fysieke leefomgeving wel en niet mag. Hè? Welke regels er gelden. Maar op dat moment is het niet meer relevant wellicht waar die regels vandaan komen. Dus dan zou het niet meer nodig zijn. Dat wil niet zeggen dat je het niet zichtbaar moet maken. Maar het is in ieder geval niet meer zo nodig. Mm-hmm. Omdat ze onderdeel zijn van het geconsolideerde omgevingsplan. Ja. Mag ik erop reageren, Mirella? Of? Louis, ik wilde net jij een woord geven. Ja, sorry. Ik dacht van... Ik zit er wel wat anders in dan Jasmijn in deze. En ik zit stiekem ook op ruimtelijkeplannen.nl te kijken. En daar zie ik wel heel veel handige links. En ik zou toch wel, waar we het net al over hadden, wat even Jan al noemde, van kun je vanuit de DSO doorklikken naar het besluit en naar de motivering. Ik zou het toch wel heel handig vinden, omdat, eens met wat Jasmijn zegt, het gaat uiteindelijk om die regels, maar die toelichting. Het is natuurlijk wel heel fijn als mensen die toelichting ergens kunnen vinden en kunnen lezen. En ook hoe je tot het voorbereidingsbesluit bent gekomen als EZK. Hè? Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je mensen meegenomen? Is het voorbereidingsbesluit ter voorbereiding van een projectbesluit wat over 2 jaar komt of 1,5 jaar volgens de wet? Dat denk ik ook hoor, Louis. Ik denk wel dat je die link moet maken naar de LVBB met daar de motivering. Dat denk ik ook hoor. Maar het is meer of je hier in de DSO het bevoegd gezag moet weten en dat soort dingen op het moment. Ja, Jasmijn, wat jij bedoelt, eigenlijk zou het hier voldoende zijn om een link te hebben naar het besluit. En daar kun je dan alle informatie vinden. En welk bevoegd gezag dit specifieke voorbereidingsbesluit dan heeft genomen, dat hoef je hier niet per se te kunnen lezen. Nee, dus als hij in beton gegoten is, als hij niet meer wijzigt of verandert, of nog als hij recht is onaantastbaar is, is het in ieder geval niet meer nodig, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Ja. Misschien inderdaad wat even Jan ook zegt, via die meer kenmerken in het blokje bij het voorbereidingsbesluit, dat je daardoor zou kunnen doorklikken. Ook naar die motivatie inderdaad, wat jij zei, Evert-Jan. Ja. Ja, enige metadata, hè, wat in die grijze balk bovenaan over het omgevingsplan nu zit. Je zou dat wat weg kunnen stoppen, maar denk bij het voorbereidingsbesluit toch ook wel iets van willen laten zien. Waar komt dat ding vandaan en hoe kom ik bij meer info? Het hoeft misschien niet standaard open te staan, maar wel makkelijk bereikbaar, denk ik. Ik nog heel even een opmerking, maar oorspronkelijk bij dit voorbereidingsbesluit hadden we wel ook een toelichting en een motivering opgenomen. Ik zie het nou niet terug. Ik weet niet of dat bewust was gedaan. Maar daar ging net wel een vraag over van Evert-Jan. Ja, ik vermoed dat er hier omwille van de tijd of zoiets voor is gekozen
om niet zo'n complete toelichting om te zetten naar stop XML. Dat is een gokje van mij. Okay. Weet jij dat misschien, Gerard? Gerard is er volgens mij ook bij. Ja, ik zit er ook bij. Maar, ja, kijk. Ik had bij deze had ik geen toelichting, behalve dan de hoe heet dat? Informatieobjecten. Nee. Die zijn wel oorspronkelijk ooit aangeleverd. Maar... Oh, oké. Okay. Nou, het is lang geleden. Dat, ja. Die zijn ergens in de loop der tijd gewoon geërodeerd en verdwenen. Maar die, precies. Ja, ze zitten ook niet in de bekendmaking. Nee, ik had ze ook niet in mijn bronbestand staan. Dus. Nee, dus ze zijn niet aangeleverd. En dat is eigenlijk... Ik denk dat het als motivering is opgenomen, maar daar ben ik niet zeker. Nee, ik had een motivering en een toelichting opgenomen en toegestuurd. Oh, sorry. Ja. Ik kan nog even... Maar ja, dat is inmiddels een jaar geleden. Hè, dus... Zeg ik, de tand der tijd doet bijzondere dingen met dit soort. Oké, ja, dus een motivering en dat is een onderdeel van het besluit. Ja, sorry, ik heb niet ver genoeg gekeken. Die is onderdeel van het besluit en daar ook zo te vinden. Oké. Dan ga ik naar Heidi. Ik heb misschien net een deel van de discussie gemist door een telefoontje. Dus als ik een dubbele vraag stel, dan sorry. Maar jullie hadden het net over... Over die informatie, dus naar de link naar het besluit. Hè. En bij andere besluiten komt door die via de wet technische informatie erin te staan. En dan komt het inderdaad in dat blokje te staan. Maar voorbereidingsbesluit, kun je dat nu ook echt apart opvragen binnen DSO? Dus bijvoorbeeld met een eigen AKN? Of heeft hij dat gewoon niet? Hebben we alleen die tijdelijke regeling delen dat? Nee, we hebben alleen die tijdelijke regeling delen. Dus dan zou je per tijdelijke regeling deel zo'n wet technische informatie naar besluit moeten nemen? Ja. Okay. Ja. Dan heb ik nog een hand van Louise. Ja, misschien meer om dit even af te ronden. Is het dan mogelijk om dit soort links op te nemen? Kunnen jullie daar wel iets over zeggen? Want ik denk dat het wel... ons allemaal helpt. Ik heb geen idee, maar ik ga dit meenemen. Dan ben ik door de handen heen, Nienke. Oké, okay, want wat wij dan als conclusie getrokken is dat het met stop en het toepassingsprofiel voorbereidingsbesluit mogelijk is om te maken een voorbereidingsbesluit dat één tijdelijk regeling deelt met voorbeschermingsregels toevoegt aan het eigen omgevingsplan. Ik had hier ook nog bij moeten zetten, dan wel aan, het eigen, aan de eigen omgevingsverordening hè, voor provincies. En ook een voorbereidingsbesluit dat een tijdelijk regeling deel met voorbeschermingsregels toevoegt aan de omgevingsplannen van meerdere gemeenten. En de conclusie is ook dat de keten nu correct omgaat met beide type voorbereidingsbesluiten. Dus als er een voorbereidingsbesluit is dat het tijdelijk regeling deel met voorbeschermingsregels toevoegt aan één omgevingsplan, dan wordt dat correct bekendgemaakt. Ja, dat kom je tegen in het gemeenteblad, provincieblad of de staatscourant. En in de DSO-viewer wordt het tijdelijk regeling deel ook bij het omgevingsplan van de juiste gemeente getoond. En een voorbereidingsbesluit dat een tijdelijk regeling deel met voorbeschermingsregels toevoegt aan de omgevingsplannen van meerdere gemeenten, wordt ook weer correct bekendgemaakt. En in de DSO viewer wordt het tijdelijk regeling deel bij de omgevingsplannen van de juiste gemeenten getoond. En dat brengt mij tot... Sietske, wil jij nu weer even het woord nemen? Nee, ik wil wel best de afsluitende, tenminste... Of wat die bestuurlijke vaststelling betreft. Daar begonnen we even mee. Ik vond het echt super interessant trouwens om deze discussie te horen. Dat aan de ene kant kunnen we constateren van nou, het werkt. En ondertussen zijn er wel allerlei discussie over ja, maar hoe moet je het dan precies gaan toepassen? Dat is interessant. Maar volgens mij kunnen we met z'n allen concluderen, tenzij ik me vergis, dat aan de conditie is voldaan. Het is geïmplementeerd, meerdere tijdelijke regeling delen in de keten. En kunnen we het OGB melden dat de conditie van de vaststelling eraf kan. Evert-Jan zegt nog wel wat in de chat. DSO-viewer, nog wel die voorrangsbepaling moet erbij. Ja, het is volgens mij nog net niet helemaal goed. En dat moeten we volgens mij wel even constateren. En dat moet wel opgelost of in ieder geval toegezegd worden dat het opgelost gaat worden. Ja, dat
Want het is een vreemde eend, hè? Het komt nergens voor. Ik snap dat het weer ingewikkeld is, want we kennen het nergens anders, geen enkele planvorm. Dus het zal weer een hoop technisch gedoe opleveren, maar het moet gewoon echt gaan werken, ook in de DSO-vuur. Dus ik wil die er wel genoemd hebben en erbij hebben, want ik vind het wel belangrijk. Ja, ik denk dat het niet zo heel veel technische hocus-pocus is, maar het moet inderdaad gedaan worden. Ik zie een hand van Louise, was de eerste volgens mij. Ja, dank je Mirelle. Ja, eerst complimenten en inderdaad heel mooi om het zo te zien in de DSO dat het gelukt is. Dus zeker complimenten en mooi om te zien. Dus toch heel leuk, ja toch? Dat mag ook wel gevierd worden inderdaad. Ik zit nog aan twee dingen te denken. Ik sluit me wel aan bij Evert-Jan. Ik denk dat het wel heel belangrijk is die link naar het besluit, dat we die echt meenemen. Omdat het dan echt pas gaan werken. Dus daar sluit ik me graag bij aan. En tweede is, ik zat net even een stukje te kijken van november. Ik weet niet of we ook nog iets moeten met verplichtstelling. Want hier wordt gesproken over vaststelling. Maar ik zag dat we moeten ook nog iets met die verplichtstelling. Dus misschien moeten we daar ook nog even naar kijken of dat dan meegaat in deze. Of dat het dan, misschien kunnen jullie daar iets over zeggen. Maar dat zag ik ook in een stukje terug. Ja, dat klopt. Er is steeds. Dat zijn twee dingen. De verplichting is er pas op het moment dat het in de regeling is opgenomen. Daar gaat het OGB in principe niet over. Dit zegt een uitvloeisel uit het bestuursakkoord dat voordat het überhaupt verplicht kan worden gesteld in die regeling, moet er een interbestuurlijk akkoord gegeven worden. En dat is waar dit over gaat. Dus door het OGB vast te laten stellen, dit toepassingsprofiel, maakt feitelijk de weg vrij om het verplicht te gaan stellen in de regeling. En of dat gebeurt, ja, dat is een ander verhaal. Daar ga ik in ieder geval niet over. Daar ga ik niks over zeggen. Dat is dan niet hetzelfde traject, diezelfde. Jij gaf net aan, ik ga daar een meme of een noten voor opstellen. Dat is dan niet in hetzelfde traject als nu het vaststellen. Nou, nee. Volgens mij wordt nadat zo'n toepassingsprofiel is vastgesteld, die verplichting opgenomen in de regelingsstandaard en publicatiesomgevingswet. En die is samen met de hele stapel standaarden aan de EU gestuurd ter notificatie. En er was een standstill periode, hè. Dan mag je helemaal niets doen. En dus daarom kon die regeling ook niet nog gepubliceerd worden. En dat kan vanaf nu of vanaf binnenkort ergens plaatsvinden. En het juiste moment wordt daarvoor nog gekozen. Okay. En ja, dan zal ook dit toepassingsprofiel als verplichte gebruiken daaraan worden toegevoegd. Kijk naar het handje van Jolanka. Ja, puur even misschien ook omdat Evert-Jan gaf ook al aan van ja, die voorrangsbepaling. Maar die voorrangsbepaling geldt eigenlijk voor alle tijdelijke regelingsdelen. Kan je het dan niet oplossen in de titel? Nee, want je moet zelf in het tijdelijk regelingdeel, dus als onderdeel van je voorbereidingsbesluit, die voorrangsbepaling aangeven. Ja, maar als, zal maar zeggen, alle voorrangsbepalingen in hetzelfde hoofdstuk worden geplaatst en iedereen moet diezelfde bepaling iedere keer opnemen, kan dat dan toch niet anders? Nee, want ze worden niet in hetzelfde hoofdstuk geplaatst. Ieder tijdelijk regelingdeel is een afzonderlijk ding. En die worden ook locatiegericht ontsloten. Dus stel dat je een voorbereidingsbesluit hebt van een gemeente. Dat geldt voor een klein stukje van de gemeente. En een voorbereidingsbesluit van de provincie. Dat alleen maar geldt voor provinciale monumenten. Ja, dan als je een klik op de kaart doet. Dan krijg je alleen maar die regels gepresenteerd die daar gelden. En dan zou het natuurlijk jammer zijn als je zo'n conditie zou missen. Dus die wordt aan ieder tijdelijk regelingbeeld toegevoegd. Helder, dank je. Dan ga ik even naar de chat, want ik zie dat Roger, en dat is een vraag die ik maar meteen aan Sietke ga stellen. Dan weet ze dat ze op moet letten dat ze niet wat anders stiekem gauw moet gaan doen. Roger zegt,
Weet iemand de status van onderstaand punt uit de notitie over vaststelling Theepot? De programmaraad zorgt te laten dragen voor de totstandkoming van interbestuurlijke procedureafspraken als gevolg van het eerdere OGB-besluit om het meervoudig bronhouderschap vooralsnog niet volledig te automatiseren. Om hiermee te kunnen oefenen dienen deze voor 1 maart 2022 gemaakt te zijn. Ik hoop dat je Ctrl-C, Ctrl-V hebt gedaan als jij het niet over hebt zitten typen uit het PDF-je. Die tekst herken ik inderdaad. En het is niet aan mij om daar antwoord op te geven, Mirella. Want dat is iets wat bij de veranderopgave ligt. Dus deze geef ik graag even door. Oké, helder. Mirella, mag je daar een antwoord op geven? Of zeker. Niet vanuit EZK, maar even vanuit wat er nu speelt. Misschien goed om te weten dat vanuit aan de slag met de omgevingswet, Nicolien van de Heuvel, die is hier niet aanwezig. Die is nu bezig met het proces om te komen tot die samenwerkingsafspraken. Dus misschien is het handig, ik miste even wie de vraag stelde, maar om dan met Nicolien even contact op te nemen. Nicolien van de Heuvel van aan de slag. Die is, maar die is dat omgevingswet breed? Of? Ik dacht dat het alleen over de procedure van het projectbesluit ging. Klopt, dat ging specifiek over het projectbesluit, want het was inderdaad onderdeel van die notitie van het vaststellen van het Theepot projectbesluit vorig jaar april. Klopt, ja. Ja, dus niet over het voorbereidingsbesluit. Mirella, ik had nog één puntje, ja. Om misschien scherper te krijgen, want volgens mij staat er Evert-Jan en ik net wat andere zaken, zeg maar. Ja. Evert-Jan noemde als voorwaarde voor, zeg maar... voor vaststellen die conditie. Maar ik bedoelde ook de link naar het besluit. Mm-hmm. Ja, dat is duidelijk dat jullie twee verschillende dingen bedoelen. Ja. Oh, sorry, ik deed wat te korte zinnen waarschijnlijk, Louise. Dat kan nog. misschien mijn hoofd zit wel heel korte samenvattingen te maken. Dus. Misschien was het heel scherp, maar even voor mezelf ook. Dat volgens mij zijn dat de twee condities dan. Of als dat geregeld is, dan kunnen we ermee gaan werken, zeg maar. Ja, dankjewel. Evert-Jan. Ja, ik denk beide dingen, als ik het nu zie, lijken in de presentatie te zitten. Ik denk dat de informatie goed in het stelsel binnenkomt en er moet zijn van alle gegevens die we nog willen zien in de metadata of die voorruimsbepaling, want die zag ik wel in de publicatie terug. Mm-hmm. Dus volgens mij is de kwestie van de juiste informatie op de juiste plek gaan tonen in de viewer. Wat dat betreft ben ik net zo blij als jullie dat we er volgens mij mee aan de slag kunnen. En is nu de eerste opgave volgens mij technisch met onze softwareleverancier aan de gang krijgen. Dus de stap maken van handmatig oefenen naar implementeren in echte software. En ik denk dat de stap die dan eigenlijk nog moet komen is waar Roger ook op duidt. Dat je eigenlijk dan pas kan gaan nadenken als je technisch onder de knie hebt. Hoe gaat dit nou eventueel samenwerken? En hoe ga je hier met z'n allen aan bezig als dit echt speelt? Dus ik denk dat we echt nog wel 3 maanden tijd nodig hebben om de software geautomatiseerd en dit vlekkeloos te laten verlopen naar het DSO. En dat we dan pas eigenlijk toekomen aan het inhoudelijk met elkaar gaan oefenen. Verwacht ik een beetje. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Ik zie nog een hand van Roger. Nou ja, Evert-Jan beantwoordde hem al. Ik reageerde even op de uitspraak van Martin dat Nicole van de Heuvel daarmee bezig was. Daarna ging het eventjes van dat alleen op projectbesluit betrekking had dat het afsprakenkader. Maar dat is dus breder. Klopt, niet waar Nicolien mee bezig is. Niet waar Nicolien is alleen maar projectbesluit bezig. Ja. Dus. Okay. En er is dus niemand gestart met, los even van de timing, heeft het niet handig is om dat een paar maanden later te doen. Daar is verder nog niemand mee bezig, voor zover bekend. Niemand die hier aanwezig is, weet daar wat van. Ik denk dat dat de conclusie is. Okay. En het speelt eigenlijk ook rond de reactieve interventie volgens mij. Eigenlijk overal waar je elkaar raakt, zou je met elkaar willen oefenen en kijken hoe we dit nou in de praktijk. Ja, logisch. Ja. Ik geef het woord weer aan Nienke. Ja, want op verzoek van Roger heb ik nog een onderwerp hier aan vastgeknoopt. Dit heeft niet zoveel te maken met het laten zien dat de keten goed kan omgaan met een voorbereidingsbesluit dat meer dan één tijdelijk rechtelijk deel instelt. Maar over als je nou voorbeschermingsregels hebt en je annoteert die met activiteiten, hoe werkt dat dan met de functionele structuur? En dat is... ik weet niet zeker of dit nu echt
de eindversie is. Ik heb al wat verschillende versies gezien. Maar dit is wat ik vanochtend aangereikt heb gekregen. Omgevingsdocumenten kun je annoteren met activiteiten. En die activiteiten die worden dan toegevoegd aan de functionele structuur. Het is eigenlijk de hiërarchische boom met activiteiten die bij de omgevingswet horen. En als je nou een voorbeschermingsregels annoteert met activiteiten, dat kan ook. Dat werkt als volgt. Bij een voorbereidingsbesluit van een gemeente komen die activiteiten in de functionele structuur van de gemeente op dezelfde manier als de activiteiten van reguliere omgevingsplanregels. Dat is als je bij het voorbereidingsbesluit nieuwe activiteiten toevoegt. En je kunt uiteraard daarbij ook gewoon gebruik maken van activiteiten die je al in jouw eigen functionele structuur hebt. Bij een voorbereidingsbesluit van een provincie dat gericht is op de eigen omgevingsverordening werkt dat precies hetzelfde. Nieuwe activiteiten komen gewoon in de eigen functionele structuur van de provincie. Net als de activiteit van reguliere omgevingsverordeningsregels. Of je kunt gewoon gebruik maken van de activiteiten die al in die functionele structuur aanwezig zijn. Ingewikkelder wordt het als er sprake is van een voorbereidingsbesluit van Rijk of provincie dat gericht is op één of meer omgevingsplannen. Dan komen die activiteiten, die worden geannoteerd bij die voorbeschermingsregels, in de functionele structuur van de gemeente. En die moeten weer opgehangen worden aan een hoogste activiteit. Wordt ook wel structuuractiviteit genoemd. En dat is de hoogste activiteit van het tijdelijk regelingdeel. En die moet dan genoemd worden activiteit gereguleerd in. En dan krijg je de naam van het tijdelijk regelingdeel. En dat betekent dus ook dat ieder tijdelijk regelingdeel een eigen structuuractiviteit toe. En de bovenliggende activiteit van die structuuractiviteit is de hoogste activiteit van dat omgevingsplan, namelijk activiteit gereguleerd in het omgevingsplan, de naam van de gemeente. Als de gemeente vervolgens die voorbeschermingsregels tot reguliere regels gaat omvormen, dan annoteert de gemeente die met eigen activiteiten. En als nu uit een specifiek voorbereidingsbesluit alle voorbeschermingsregels zijn vervallen, hetzij door een verloop van tijd, hetzij door dat er besluiten overgenomen zijn, dan moet de gemeente die structuuractiviteit van dat tijdelijk regelingdeel, dus die activiteit gereguleerd in naam tijdelijk regelingdeel, verwijderen uit die functionele structuur. En in een plaatje wordt het misschien iets duidelijker. Ik hoop mijn cursor, ja, dat jullie mijn muis kunnen zien. Ik heb geen idee. Ja. Dit is de allerbovenste activiteit voor het hele stelsel. Activiteit met gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Dan heeft iedere gemeente een bakje met activiteit gereguleerd in het omgevingsplan. Bijvoorbeeld gemeente Rijmerswaal. En daar is een bakje met de activiteiten van de bruidschap. En een bakje met activiteiten, gewoon de eigen activiteiten van de gemeente. En daar worden bakjes of takken, hoe je het wil noemen, per tijdelijk regelingdeel aan toegevoegd. Waaronder dan weer die activiteiten hangen. Ik snap het, maar ik kan me best voorstellen dat dit een hoop informatie is in Voor mij klinkt die logisch. Ik vraag me alleen af of je de gemeente kan helpen dat als een besluit wordt genomen of automatisch het tijdelijk regelingdeel vervalt, of dan dat ook niet automatisch kan doorwerken in de functionele structuur door dat dan te laten vervallen. Maar dat is wat zo bij me opkomt. Maar. Ja, zo'n tijdelijk regelingdeel vervalt nooit automatisch. Hè. In juridische zin vervalt die van rechtswege en zijn die voorbeschermingsregels weg. Hè. Maar in technische zin moet je er wel wat voor doen om dat tijdelijk regelingdeel weg te krijgen. En ik heb echt geen idee of daar iets in te automatiseren is dat op het moment dat je
zo'n tijdelijk regelingdeel verwijderd, dat dan ook die activiteiten die daarbij horen geautomatiseerd mee verwijderd kunnen worden. Maar dat zou een vraag kunnen zijn. Ja, en wat er gebeurt als je eerst het tijdelijk regelingdeel verwijdert, want dan verwijder je eigenlijk de functionele structuur waar de tijdelijke, waar de toepasbare regels aan hangen. Ja. Ja, de veronderstelling van de notitie die ik aangereikt kreeg, was dat er geen toepasbare regels zijn bij voorbeschermingsregels. Maar ik heb geen idee waarom dat bedacht is. Okay. Ik vind het wel een prachtig om te onthouden als we eindelijk in die oefenperiode zijn aangeland, zeg maar, met dit soort dingen. Ik zou dit graag willen zien inderdaad, hoe dit werkt. Mm-hmm. Ik weet dat er aan de RTR-kant, weet je, daar zijn best wel checks op of er weesactiviteiten zijn en zo, dat soort achtige dingen. Maar... Ja, dat is wel de bedoeling om hier dan monitoring op te zetten. Hè? Dus ik denk dat de veronderstelling is dat het niet geautomatiseerd kan. Maar dat er monitoring opgezet wordt en dat als die 1 jaar en 6 maanden van een voorbereidingsbesluit voorbij zijn, dat dan een signaal naar een gemeente gaat van hey, we hebben hier nog dit bakje en dat is vermoedelijk een beetje over de datum, dus moet het wellicht ook weggegooid worden. We zien nog een opmerking in de chat van Evert-Jan en nog een hand van Louise. En dan zou ik dit onderdeel graag willen afsluiten, want we hebben nog maar een paar minuten. En je hebt natuurlijk nog een stuk over de reactieve interventie, Nienke. Hè? Dus dat wordt best spannend in de tijd, denk ik. Ik weet ook niet zo goed of we daar nog echt tijd voor hebben. Ik heb denk ik zo meteen een ander voorstel. Maar laten we eerst even dit afronden. Mm-hmm. Ja, ik heb het ook... Ja, volgens mij is die discussie die we hebben ook heel nuttig. Dus ik heb het ook niet willen afraffelen, zeg maar. Dus Evert-Jan zegt, ik zie ze in de RTR op de AK staan. Zie wel provincie Noord-Holland staan bij de activiteit onder het omgevingsplan. Wie mag dan de toepasbare regels toevoegen? Ja, ik zag als bestuursorgaan staat er nu Noord-Holland. Ze komen ook uit de regeling van Noord-Holland, natuurlijk het voorbereidingsbesluit. Maar als je, net zei je, er worden in principe geen toepasbare regels toegevoegd. Ik kan me voorstellen dat je dat wel wil doen op een gegeven moment. Zeker als je dingen gaat verbieden en zo, of vergunningplichten gaat maken. Het lijkt een beetje op, als je ze in de omgevingsplanstructuur hangt, zou je zeggen, dan is de gemeente verantwoordelijk. Als je zegt, de regel, dat haakje is weer van de provincie, dan zou de provincie het moeten doen. Dus dat is ook een stukje van die werkafspraken, wie doet nou wat en wie kan uiteindelijk wat ook in het stelsel, wat mij betreft. Ja, en ik kan me heel goed voorstellen dat het nu gewoon... een beetje onbewust gedaan is. Hè? Dat er gekozen is voor een bovenliggende activiteit, namelijk iets van de provincie. En dat hij daarom in het bakje van de provincie terecht is gekomen. Omdat dit ook eigenlijk vrij nieuwe informatie is. Nou, hij zit nu in het bakje van het omgevingsplan, maar bestuursorgaan is de provincie Noord-Holland. En als ik in mijn software, toepasbaar regelsoftware, selecteert hij voor mij alleen de activiteiten uit die bij mijn organisatie horen. Dus krijg ik hem in dit geval, als ik Noord-Holland zou zijn, wel te zien om toepasbaar te maken. Ik krijg waarschijnlijk de gemeente niet te zien om toepasbaar te maken. Terwijl die wel in het omgevingsplan hangt. Dus nou, uiteindelijk, wie mag nou uiteindelijk dat ding toepasbaar gaan maken? En is dit, gaat het dan ook echt zo werken? Dat staat nog los van het feit, denk ik, waar die hangt. Mm-hmm. Dus die zou ik ook nog wel beantwoord willen zien op een gegeven moment, die vraag. Ja, inderdaad. Wat zou je moeten willen, inderdaad? Nog los van wie mag dat, maar hoe zou je het moeten willen? Zeg maar, als het een voorbereidingsbesluit is van een provincie, dan zit daar misschien best een logica aan dat die ook de toepasbare regels daarbij. Weet je, dat soort achtige gesprekken krijg je daaroverheen. Heel kort. Ik vind het allemaal heel lastig te bevatten in zo'n korte tijd. Dat is even heel veel informatie. Ik ga ook zeker even bij Jasmijn collega te raden. Maar ik vraag me ook even af of er misschien een vervolg komt hierover. Want voor mij gaat het nu even iets te snel en zijn we er volgens mij nog niet allemaal uit. Maar ik kan het in ieder geval niet bevatten in deze sheets, in deze paar minuten. Heb je het dan over het geheel of over dit van die activiteiten? Stukje. Ja, dat laatste stukje, hoe dat dan precies werkt en wie dat dan moet laten vervallen. Of wij dat dan als EZK moeten doen of de gemeente. Hoe dat dan precies gaat werken, daar ben ik wel even naar op zoek. Ja, nou, wat mij betreft, Roger had gevraagd om ook even aandacht te besteden aan dit onderwerp. Maar het is wel echt een onderwerp dat niet het onderwerp van deze werkplaats was. Dus ja, ik heb het gevoel dat dit ook uiteindelijk ergens anders ligt. Het hoort ook niet bij de tepeltstandaard.
En misschien moet dit ook inderdaad, wat Evert-Jan net zei, onderdeel zijn van de, ja, van de samenwerkingsafspraken. Hè? Hoe ga je nou interbestuurlijk met deze instrumenten om? Ik heb binnenkort een afspraak met iemand van toepasbare regels. En misschien kan ik het daar wel eens aanhaken om eens te kijken of die daar eens mee verder gaan. Want op zich vind ik het echt wel een hele leuke vraag die je stelt, Roger. Want het hangt natuurlijk wel allemaal enorm met elkaar samen. Dus ja, ik zal dat daar ook even aanklussen. Nu hebben wij nog 3 minuten. Dat lijkt mij heel weinig om iets te gaan vertellen over de reactieve interventie. Misschien is het handig, want volgens mij zit er nog wel iemand van de provincie Noord-Brabant bij, denk ik, dacht ik te zien, toch? Ja, dat is, ja, precies. Ja. Misschien is het handig om even te vertellen hoe het daarmee staat. Want we hadden natuurlijk eigenlijk gehoopt dat we hier al verder konden oefenen en dat soort achtige dingen. En dat we daar afspraken over maken over hoe we dat verder gaan oppakken. Dat lijkt mij het enige haalbare eigenlijk. Of is dat een heel raar plan? Nee, lijkt me heel goed. Want eigenlijk, maar misschien kan een van jullie dat het beste vertellen hoor. Maar eigenlijk zouden we natuurlijk heel graag willen oefenen al toen we begonnen met die werkplaats met de reactieve interventie. Dus die een provincie dan op een gemeente oplegt, zeg maar. Zal ik het maar eventjes noemen. En daar zijn jullie wel mee bezig, Dennis, volgens mij. Maar nog niet zover dat we dat hier al konden laten zien. En dat betekent dat Nienke wel een en ander had voorbereid over hoe die procedure nou werkt. En wie waar wanneer over gaat. Dat halen we eventjes niet. En ik weet niet hoe erg dat voor jullie is als provincie om mee verder te kunnen. Nee, is niet erg. Wij kunnen nogal verder. Ja, want we willen inderdaad directieve interventie nou even aanpassen op een wijziging van omgevingsplan wat de provincie, ja, precies, wat de gemeente Eindhoven heeft gemaakt. En die is nu in deze VSO gekomen. Dat duurde allemaal wat langer dan verwacht. Maar nu kunnen wij onze directieve interventie een tijd geleden hebben gemaakt. Een proefje die kunnen we aanpassen op dat omgevingsplan. En als het dan af is, dan kunnen we dat misschien hier nog in bespreken. Nou ja, dat was eigenlijk, dat wilde ik even met jullie overleggen. Eigenlijk was dit de laatste werkplaats. Hè? We hebben gezegd, en dan hebben we de meerdere tijdelijke regelingdelen en dan zijn we klaar. En eigenlijk wilde ik aan jullie vragen, hoe leuk vinden jullie dat? Want sowieso gaan we daarmee door. Hè? En gaan we ook als jullie ons nodig hebben, Dennis, dan gaan we daarbij bijstaan. Maar eigenlijk wil ik even bij jullie polsen, hoe leuk vinden jullie dit om hierop mee te kijken op het moment dat dit er wel in zit en het doet? En zullen we jullie dan nog een keer uitnodigen? Gaan we daar nog een keer met z'n allen doorheen? Dat eigenlijk als vrij open vraag. Er wordt een beetje zuinigjes geknikt. Ja, volgens mij hebben we heel nuttige feedback gegeven. En volgens mij gaat dat ook weer gebeuren als je reactieve aanwijzingen in het stelsel hebt zitten en laat zien. Dan krijg je weer allerlei vragen die dat oproept. En als daar ook wat mee gebeurt, dan is dat een nuttige bijeenkomst, denk ik. Nou, dan lijkt mij dat, weet je, want wie weet, we hebben wat huiswerk natuurlijk ook, hè, van we moeten eens even met de viewer over dit hebben en over dat hebben. En ik heb geen idee hoe snel dit gaat met de reactieve interventie, maar laten we dan gewoon weer een slimme datum prikken, zeg maar. En dan nodigen we jullie gewoon weer allemaal daarvoor uit. Dat is wel echt, nou, dan ben je nu al voorbereid, Nienke, voor als je voor de procedure deel in elk geval. Dan is het nu wel echt tijd. Zijn er nog mensen die dringende dingen kwijt willen? Er zijn nog mensen die heel hard willen klappen voor ons allemaal. Dat we dat gewoon, we did it. Hippische mutsen ben ik ook. Maar ik vind het echt heel tof dat het gelukt is. Andere dringende dingen? Dan zeg ik dank jullie wel. Ik ga blij slapen vanavond. Ik hoop jullie ook. En wij houden contact met jullie vanuit Noord-Brabant. En zodra dat kan, dan prikken we weer een datum. En dan krijgen jullie het te horen. Ja? Dankjewel. En wat ik allemaal zo net live heb laten zien, dat heb ik ook in screenshots. Dus die krijgt iedereen weer wat opgestuurd. Dan kun je ook dat hele verhaal, Louise, kun je nog even doorlezen over die toepasbare regels in die RTR. En dan is het eigenlijk een eitje, joh. Dat valt het best mee. Yes. Oké. Ik hoop dat we jullie snel weer zien binnenkort. Yes. Werk ze allemaal. Ja.